Gustia, je film is in Cannes vertoond en nu zijn we zoveel maanden verder van het festival van Gent. Wat is er in die tijd al gebeurd voor jou met de film? Met de film? Ja, ja, het is van een geboorte tot laten we zeggen, de eerste stapjes. Hè. Dus, ik ben eigenlijk ondertussen heel veel in het buitenland geweest, heel veel festivals gedaan. Daar een eerste echo opgevangen. Ja. En ik ben eigenlijk blij dat ik hem pas na die weg hier kan vertonen. Ja. Een beetje thuis komen. Ja, want uiteindelijk, allee, het is een Vlaamse film. Mm-hmm. Dus het Vlaamse publiek is misschien het belangrijkste ter wereld? Of, Nee, ik denk dat alle publiek is even belangrijk voor mij. Ik ga nu ook niet geen films maken voor een Vlaams publiek, want dan vind ik met oninteressante films bezig. Ik kijk gewoon naar de universele mensen. Ja. Dus allemaal zoveel mogelijk bereiken. Ja. Maar het is eerder de thematiek, denk ik. En de herkenbaarheid van het verhaal dat mij gewoon interesseert om het hier te tonen, omdat het heel dichtbij is. Ja. Ik denk, de humor is heel Vlaams. Ik denk dat er veel meer, oftewel, van de humor gaat overgedragen worden. Of veel van de charme of van de herkenbaarheid van het verhaal. Ja. Dan dat ik bijvoorbeeld in Korea heb of zo. Ja. Hoe was de reactie eigenlijk in het buitenland? Goed. Ik mag niet klagen. Ik denk dat ik toch gemerkt heb dat er een bepaald toch een universeel karakter over de film is, waardoor ik hem verkocht krijg in het buitenland. Ik moet overal wel het concept Drie Koningen zingen gaan uitleggen. Ah, ja. Want dat is voor ons heel normaal. Inderdaad, zijn zo'n dingen, snap je? Ja, ja. En daarom dat ik blij ben dat ik hem een keer kan inleiden aan het publiek dat soort tradities wel kent. Ja. En dan, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden, want langs de andere kant, dat heeft ook soms een weerslag, soms is het te dichtbij. Soms is het misschien Timmermans een risico. Maar ja, het is gebaseerd op een verhaal, ja. Een stuk van Timmermans. Absoluut, ja. We zien dat wel, wakker lig ik er niet van, maar bon. Ja, spannend. Hoe heb je eigenlijk je eigen interpretatie van Timmermans in gegeven? Ja, dat komt eerder... intuïtief, hè? Je leest van een tekst, je leest dat ene keer, je vindt dat grappig, je vindt dat goed, je vindt dat schoon, en dan is dat een tweede keer, en vanaf een derde keer word je kritisch, en dan heb je een pen in je hand, en dan schrap je al wat er overbodig blijft. Ja, want uiteindelijk, 3/4 van de film, van het originele verhaal speelt zich af in een Geneverbar, hè? En dat is voor mij in de film helemaal niet interessant. Ik wou het eerder op een andere boeg gooien, ik wou het over die weg hebben, dat zal alle drie afleggen, en de splitsing tussen die personages. Maar dat is een groeiproces. Ik heb een beetje gecut en paste met woorden en met stukken zin. En een beetje een soort van collage gemaakt van de taal die Timmermans wil hanteren. Ja, dus natuurlijk er filmtaal aan toegevoegd. Want je werkt in beelden. Hè? Ja, ik ben gewoon heel streng in mijn beelden. Ik denk dat ik gewoon, zeker door het feit dat we technisch zo gelimiteerd waren, gewoon ook heel gelimiteerd vertelstijl hanteren. Maar het gaat hem over heel simpele keuzes. Ik ben streng, maar het is heel simpel. Dus het is wat het is. Ik vind het heel simpel. Ja. Maar je kunt er heel lang over nadenken. Ja. Het is geen schouderkamer of zo. Als de mensen nu, als je de mensen de film zou kunnen aanprijzen, waarom moeten ze die film nu gaan zien? Waarom is het belangrijk? Goh, omdat het. Ik vind het heel moeilijk om dat aan te prijzen. Ik denk dat ik heb graag dat mensen het ontdekken. Ja. Dat mensen per toeval het gevoel hebben dat ze die film hebben ontdekt. En dat ze dus ook iets in zichzelf hebben ontdekt. Een soort stukje geloof dat misschien aan het vergaan is. Of een soort zo... Ik weet niet, een bloem op een kast dat je eigenlijk al zo lang staat dat niemand niet meer ziet. Ja. En ik denk dat misschien dat verhaal wel dat was. Ja. En dat ik er gewoon een beetje stof van heb afgedaan. En dat plots mensen dat bloemetje zien staan. En het is dan misschien wel een Sanseveria. Dat is nu niet de schoonste, maar... Het is wel typisch Vlaams. Ik ging zeggen, zeer typisch Vlaams. Ja, en op alle kasten staan die dus. Ja. Daarom denk ik. Ja. Vanavond is de première op het Filmfestival van Gent met een rode loper. En veel bombardie heb ik mij laten vertellen. Ah? Nee, als je dat dan doet, dan moet je wel in stijl doen. Hè? Ja. Allee, kom, ik heb een topcast gehad van. We zijn wel een strik. Ik heb deze nog op Pastron gekocht. Dat was iets wat je niet in je garderobe had zitten? Jawel, maar... Ja, maar dan, speciaal voor de gelegenheid. Ja, we hebben zoiets van, kijk, ja. Allee, we gaan vandaag naar Gent. Ik heb het gevoel dat ik in het buitenland zit. Is het in een hotel? Ja, dat is Een speed op een trap en een rood tapijt. ik vind dat heel, heel, heel fijn. En vooral, wat ik heel fijn vind, is naar de acteurs toe. Hè, omdat
dat heel veel mensen ze niet als acteurs zien. Ze blijven zien als mensen met een handicap. En ik zeg van ja, maar het zijn acteurs. En dan zijn al dit soort evenementen gewoon heel interessant. Omdat ze hier echt als, in een rol als acteur naar de wereld worden voorgesteld. Ja, dan gaat dat echt uit dat exotische van een film met anders valide. Nee, het zijn een film met acteurs. En in deze momenten, en ik kan ook, het is even, naar mijn mening echt in een rol als acteur. Ze komen op met een stick, op een tapijt, ze handen in een zaal binnen. Stel de film voor, applaus. Allee, ja, heel belangrijk. Ja. Eigenlijk ja, gewoon normaliseren van wat er eigenlijk ook de normaalste zaak van het is. Ik wil dat mensen het eigenlijk vergeten. Ja. Ja. Wel, ik wens je heel veel applaus toe vanavond. Dank u wel. En veel succes met de film. Ja, die komt wanneer uit? De film komt in de culturele centra en in de kleinere cinema's tegen 21 à 22 december. Ja. Dus over heel Vlaanderen. Waar de sterren liefst. Ja, ja, het is denk ik de film die uitkomt op 45 kopieën. Ja. Dat klopt goed. Dank je voor het gesprek. Yes, man. Ciao.